Hallo kijkers, welkom bij een nieuwe mini-vlog. Ik ga jullie vandaag een heel lekker ontbijtje laten zien. Nou, je zag het al aan de titel. Bananenpannenkoekjes met cranberry saus. Onwijs lekker. Ik ga gelijk beginnen. Ik neem 2 bananen. Dit is een hele leuke voor Herman en Gea. Oh nee, die eten geen eieren. Nou, dan neem ik een vork. Oké, dan ga ik de banaan prakken. Oh, dit is niet echt handig om dit te prakken. Even op een bord. En zo fijn mogelijk prakken. Hey Lina! Prakken. Nou. En Rina, jij krijgt even niet. Nou, dan doe ik het weer terug in de kom. Dan heb ik, doe ik er 3 eieren bij. Dan doe ik een beetje kaneel bij. En dan ga ik met de vork, gaan we gewoon alles door elkaar roeren. Oh, het ruikt lekker mensen. Ik doe nog een heel klein beetje kaneel bij. Zo. Ik zet er nog heel even de staafmixer in. Ik heb geen boter. Dus dan doe ik het in een beetje olie, gaat ook prima. Een beetje zonnebloemolie. Even kijken hoor, of ik er 1 ga doen gelijk. Of 2. Kijk, ik doe er 2 tegelijk. Gewoon een beetje olie eronder. Kijk. Ah, kijk, prachtig. Deze moet ook nu. Ja. Nou, deze is ietsje te donker misschien, maar valt mee. Deze ziet er prachtig uit. Oké, dat is 1. Dat is 2. Volgende. Ja, deze zijn veel mooier dan de eerste. Maar die eerste waren ook al goed hoor. Klaar mensen. Nou, dan heb ik hier cranberry saus. Dan garneer ik hem met een beetje banaan gewoon. Dan heb ik hier agave siroop. Dat doe ik er ook overheen. Super healthy breakfast, mensen. Ik ga lekker eten. Mmm. Zo. Lekker, man. Yo. Lijkt alsof ik ergens in een van de restaurants zit te ontbijten. Man. En dat met zo weinig ingrediënten. En zo makkelijk. Die agave siroop eroverheen, man, cranberry. Oh. En hier voor die pannenkoeken heb je alleen maar banaan nodig, eieren en een beetje kaneel. That's it. That's it. Nou, een beetje verse banaan erbij, een beetje cranberry saus, een beetje siroop of gewone stroop, wat je wil. Je kan er poedersuiker op doen. Doe je ding, maar dan heb je wel eventjes een master ontbijt. Hmm. Hey, poes. Lina, kijk eens. Lus je niet, hè? Poes, lus jij niet? Ga
Gaan we erbij zitten, gezellig. Lekker vrij vandaag, hè? Zijn we samen diezelfde dag. Goed mensen, ik ga deze mini-vlog afsluiten. Ik ga lekker mijn pannenkoekjes verder opeten en lekker chillen vandaag. Want ik hoef niet te werken, zoals ik net al tegen Lina zei. Mensen, ik wens jullie een fijne zondag, door rustig aan en ik zie je bij een volgende video.